Mijn naam is Marnix Kraus. Ik ben technisch consultant bij Alten. Ik vind Alten zelf een hele leuke club, omdat ze heel betrokken zijn met hun medewerkers. Ik zie de managers regelmatig over de vloer komen. Die komen vaak bij de klanten. En dat maakt het heel leuk eigenlijk om vooral met hun ook in gesprek te zijn. Ik zit op dit moment bij TAS International. Bij TAS International maak ik software. En zit ik in een speciaal team wat zich eigenlijk richt op de visualisaties binnen de automotive industrie. Nou, ik kom hier 's ochtends lekker aan op de fiets. Rond een uurtje of 10 hebben we stand-up. En dat hoort bij het scrumproces. En daar vertellen we aan elkaar wat we hebben gedaan die dag en wat we nog van plan zijn om te doen. Op dit moment werk ik aan het product Prescan, waarmee we radar of andere dergelijke sensoren die je normaal gesproken op een auto hebt voor slimme autosystemen eigenlijk kan nabootsen, zodat je niet een hele auto hoeft uit te rusten. Dat past heel goed eigenlijk in mijn straatje, omdat ik ook computer graphics heb gestudeerd aan de TU Delft. En daarnaast heb ik al aardig wat werkervaring erin ook. En heb ik ook bijvoorbeeld een tijdje Scrum Masterschap gedaan. En dat waren bijvoorbeeld ook dingen die hier heel leuk inpassen. Het zijn veel jonge mensen en ze zijn allemaal lekkere techneuten, dus dat is hartstikke gezellig. En we hebben het hier eigenlijk ontzettend naar ons zin. Er zitten veel collega's van Alten. Er worden natuurlijk wel eens grapjes over gemaakt van ja, die externe. Maar eigenlijk, dat is alleen maar grappend. En je wordt behandeld als collega. En dat merk je ook net zo goed. Dat je mag gewoon overal aan meedoen en je wordt niet uitgesloten of iets dergelijks. Zoals ik nu bij Alten zit, ben ik echt wel een programmeur. Dus ik zit veel bij de klant. Maar daarnaast ben ik ook al zelf bezig met lesgeven. Dus ik begeleid bijvoorbeeld nieuwe collega's met de C++ cursus. Mensen schrijven zich in voor een cursus. En die hebben ook echt zin om daarmee aan de slag te gaan. En dan vind ik het ook superleuk om ze te begeleiden. Ik vind Alten zelf een hele leuke club. Ik vind het belangrijk dat er sowieso mogelijkheden zijn om door te groeien. En dat er goed naar je geluisterd wordt. En dat je lekker jezelf kan zijn.